Maar eerst deze twee heren. Ik mag gerust zeggen, denk ik, twee vrienden introduceren. Dat klopt. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Van waar kennen jullie? Hij heeft me eerst ontdekt. Hij heeft jou ontdekt? Ja. Absoluut. Ik ben ouder ook. Hè, dus. Ik ging kijken in het Fakkeltheater, ik denk half jaren 90, naar een voorstelling. We zaten nog rond de tijd van Zwarte Zondag in Antwerpen. Een stuk over integratie, commissier Flo. En Bart speelde daar een soort van Philippe de Winter personage. En de bedoeling was eigenlijk dat hij slecht uit het stuk zou komen, maar hij was daar zo goed in dat eigenlijk dat stuk een totaal andere draai kreeg. En hij speelde dat zo fantastisch. En toen dacht ik van... Het is goed. Dus daar moet ik vriend van worden? Ja, van Philippe de Winter bedoelt u. Nee, toen was het tweet van we moeten samen ooit spelen. En jullie hebben dan uiteindelijk samen een theatergezelschap opgericht, tableau nummer 1. We zijn een uitloper van Torquaté en nu tableau nummer 1. Ja. Samen. Het is eigenlijk begonnen met Onegin van Pushkin. Prachtig stuk dat we gespeeld hebben daar rond. En dat heeft zoveel bijval gehad, maar weinig gespeeld. En hoe komt het dat het zo goed klikt tussen jullie? Weet je dat? Respect. Respect. Ja. Maar respect voor elkaar hebben we toch allemaal? No vanity. Geen? Ja? Nee. Geen ijdelheid. Ja. Nee, gewoon... Ja, dat is chemie. Je staat samen op een scène en je voelt gewoon dat je elkaar aanvult en ruimte geeft aan de andere om te kunnen creëren. Om te zijn. Correcte, eerlijke manier ruzie kunnen maken. Ja? Herken je dat? Dat moet je van K3 misschien dan ook kennen. Dus je moet elkaar ruimte kunnen geven op een podium, respecteren. Ja, en na verloop van tijd raak je ook heel goed op elkaar ingespeeld natuurlijk. Absoluut. Ja. Absoluut. En het moet ook eens kunnen kletteren. Ja, precies. Op een professionele manier. Ik wil wel weten hoe jullie dat doen dan. Misschien iets mannelijks. Ja, ik denk het wel. Want uiteindelijk komt het erop neer, wij durven in de repetitie durven scheten laten. Eeuw. Dan zijn we toch bevriend met elkaar. All right. Dan ben je gewoon ranzig. Ja. België. Ja. Goed, jullie hebben dus met tableau nummer 1, dat gezelschap dat jullie hebben opgericht, gaan jullie nu samen in een stuk spelen. Ja. Dat heet Twee Flikken. Hè. Ja. Waarover gaat het? Het gaat over... Twee flikken. Ja. Het gaat over twee vrienden die elkaar al heel lang vanaf een kindsbeen af al samen zijn en samen in het flikkenvak zijn gerold. En het stuk gaat vooral ook over keuzes maken. Hm? De ene die... er gebeurt van alles uiteraard in dat stuk. Een fantastisch stuk trouwens. Hm? En de ene is neigt om het recht in eigen handen te nemen. Racistisch. Dat ben jij. Jij speelt de racist in het stuk. Ja, maar ik... maar buiten ik de eigenlijk ook... kleuren, toch fantastisch? Dat is iets heel menselijk, hè, racisme. Ja. Bedoel, dat, en ik probeer dan het protocol te volgen, het boekje te volgen, maar ik ga dan ook ik begin ook fouten te maken. Ja. En het is daar waar die vriendschap eigenlijk ontploft en langzaamaan meer en meer uit elkaar gaat. Het is ook een beetje een echt gebeurd verhaal van Keith Huff. Die, het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Gebaseerd echt verhaal. Dus van iemand die een seriemoordenaar, die dus de organen van zijn slachtoffers ging opeten. De twee flikken komen daarbij. En gaan op een andere manier lachen, zijn ze, ze fout in hun beoordeling op dat moment. Ja. We gaan even kijken naar een stukje, maar dat is repetitie, want jullie hebben het stuk nog niet opgevoerd. Het is basic materiaal, laat ik het zo maar zeggen. Ja, maar we zien jullie toch samenspelen. En jij hebt jouw maat uitgenodigd om bij hem te komen eten. Je vrouw heeft lasagne gemaakt en jij ziet dat niet. Stortbad vol. Ja. Zoiets. Kom op, je bent gelijk familie. Het is uw gezin. Ik loop in de weg. Luister, wij zijn samen opgegroeid, we zijn compagnons. Ik herhaal, jij bent gelijk familie. Goed? Jij hebt een probleem met een drank en ik heb een probleem met mijn mond. En op een keer, dan worden we rechercheur. Oké? Starsky en Hutch. Zal ons goed doen. Mag je denken aan dat ik langskom? Als je mij nog eens probeert te koppelen. Ja? Je hebt mij dat toch al gevraagd om dat niet meer te doen. Waarom zou ik u dat dan aandoen? Ja, zeg, het is niet bepaald een deurencomedie. Nee, het is een thriller. Ja. Het is gelijk mensen naar thrillers gaan kijken in de filmzaal. Het is echt een hele goede thriller. Het is ook niet voor niks. Keith Huff is de schrijver van Mad Men en van House of Cards. Dus het is echt een well-made play. Het is met de nodige plotwendingen. Het is ooit ook al gespeeld door niemand minder dan Daniel Craig en Hugh Jackman. Ja, klopt. Dan, dat zijn
klinkende namen. Als en, je die in... Ja, maar toen is Keith Huff eigenlijk als een kanonbal naar boven geschoten. Ja, ja, ja. En het is ook zo dat zij, zij hebben het record verbroken op Broadway. De eerste twee weken dat ze daar stonden, hebben ze een recordbedrag van $1,2 miljoen wow. gehaald. Dat is ons streefcijfer ook. Ja, 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 ja. Daar moeten jullie ook voor gaan. Ja, ja, ja. K3, hè? K3 verhaal. Dat zijn die bedragen. Ik wou dat ik zulke lange benen had. Ja, twee flikken. Zouden jullie flikken kunnen zijn? Nee, nee, ze krijgen van mij allemaal een standbeeld. Ja? Ja, ja, ken je flikken? Ken je politieagenten in die omgeving? Ja. Mijn dochter, haar lief, is een flik in Gent. Ja. Ja, een toffe gast. En heel veel respect. Absoluut. Maar er zullen er ook wat corrupte bij zijn. Hè? Overal zeker. Hè? Ja, dat is met alles zo. Hè? Overal. Ik ben van de zomer toevallig op vakantie geweest met iemand die 10 jaar fietspolitie geweest is in Borgerhout. In die wijk waar het altijd zo vaak fout loopt. Nee. Ja. En die, hij woonde daar vroeger, maar hij is nu vertrokken, dus het gaat nu veel beter daar. Maar hij zei ook dat... Maar dat is dan misschien politiek. Maar sinds dat daar een politieke verandering gebeurt, zal ik maar zeggen, in Antwerpen... na 10 jaar had hij het daar wel gehad. Hij zei van, door fietspolis te zijn stond je veel korter bij de mensen. Had je aanspreekpunten met straathoekwerkers. En die dingen zijn eigenlijk afgeschaft. En dat is jammer, dat die verbindende factor er niet meer is. Als je nu politie krijgt in Antwerpen, in die wijken, dan is dat vaak met kogelvrije vesten. En ze willen daar die mensen ook gaan bewapenen met... Op Amerikaanse toestanden. Ik ben al over politiek bezig. Ja, maar dat is voor straks. Dat is voor straks. Nee, maar Bart, ben je niet bang, De Waldeck, dat mensen naar het theater gaan komen om De Waldeck? Dat was in het begin was dat zo. Is dat al? Door. Ja, ja. Nee, dat was onvermijdelijk, hè? Ja, dat was onvermijdelijk. En dan kwam ik op en dat was onmiddellijk van... Waldeck. De eerste 2-3 minuten is dat echt verstorend, erg vervelend. Ja. Maar ik moet zeggen, de laatste jaren is dat volledig weggeëpt. Ja? Ze komen kijken meer en meer naar Bert en Bart van tableau nummer 1, naar de stukken die wij spelen, de inhoud van wat we spelen en hoe we het naar voren brengen. Ja. En dat is heel aangenaam. Ja. En heb jij anderzijds soms geen spijt dat je niet vaak meer op een televisieset staan. Ik merk dat dat na vanavond allemaal gaat veranderen. Ja? Wat gaat er na vanavond gebeuren? De telefoon. Nee, ik... Ik denk, of dat merk ik ook als ik mensen aanspreek op straat of mensen die mij aanspreken, van het zijn altijd dezelfde die je ziet op de tv. Dat groepje van die acteur, dat wordt al, zo in tv-series zal ik maar zeggen, wordt altijd kleiner en kleiner. En ik schuim ook geen feestjes af. Ik ga niet naar première. Je bent een slechte netwerker. Ja, ik doe dat blijkbaar. Ik doe dat gewoon niet graag. Nee. Ja. Maar op zich zou je graag nog eens meer spelen, hoor ik je. Ja, maar uiteraard zou ik nog wel graag tv doen, maar ik vind dit het allerplezantste natuurlijk. Ja. Ik ook. Ja. Theater. Ja, ja, Josje, acteren. Je hebt ooit geacteerd. Heb je zo ook nog meegedaan? Ja. In Nederland. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Vond ik heel leuk, hoor. Ja. En ik zeg niet dat het nooit meer gaat gebeuren, maar het is niet dat ik daar nu vol een bak op aan het focussen ben. Daar zit je niet bijzonder op in? Nee. Nee. Jij droomt nog. Nog? Iedereen toch? Alsof het al veel te laat is. Zijn dromen wil je niet weten. Nee. Ja, ja, ik zou misschien zo vragen, waar droom je van? Dan moet je het eigenlijk zo vragen. Wie mijn mops kwam heeft. Sorry. Van een film. Ja. Een grote film. Ja, ik heb veel theater gedaan. Ja. Vroeger thuis heb ik veel theater gedaan. Mm-hmm. Dan nu televisie. Ik krijg een fantastische kijkcijfers en zo. Ben maar een rader toen ook van het geheel. Ja. Maar een film heb ik nog nooit gedaan. En ik denk van, waar is de camera? Laat ze maar komen. Dus jij solliciteert hier ook. Maar dan zit die Waldeck toch ook in de weg? Nee, of heb je die dan... Wie is er niet bekend? Ik bedoel, als je het ziet naar al die zondagavondreeksen, het is altijd dezelfde potjes waar dat ze in uitgrijpen. In Kafka, of dat. Het zijn allemaal dezelfde mensen waar die ze gebruiken. Dus eigenlijk gaat dat niet meer op. Ja, dus hier zitten eigenlijk twee acteurs die beschikbaar zijn. Je merkt dat ook echt, want we spelen al... bedoel, dus in 97 zijn we samen beginnen spelen. Ja. Dat je in het begin inderdaad mensen van... Doris, het is De Waldeck. Die, hij komt, dat heb ik al verteld. Ja, ja. Of jij die... Of jij Bertie van... Ja, dat is die van de papa van Amica. En dan zeg ik altijd, ik ben geen paard. Oh. Hij heeft mijn dochter gespeeld. In De Regel van Dries. Ik heb uw dochter gespeeld. Jij hebt met mijn dochter gespeeld. Ah, met... Die gaan nu allemaal. Help me. Ja, ik kan niet volgen. Nee, het wordt moeilijk. Het wordt heel moeilijk. En dan is er ook nog zijn je echtgenote, Marijke Hofkes. Ja, absoluut. Van thuis, hè, vroeger. Ja, Leontien Verkamen. Ja.
Ze ziet er nog net hetzelfde uit. Foto van vorig jaar. Ja. Nee, maar ze ziet er nog patent uit, mijn vrouw. Absoluut. En drinkt wat water. Maar ja, maar die willen we ook nog wel eens een keertje terugzien. Ja, ja, ik zie ze. Ja, absoluut. Maar dat is... Kijk, neem gelijk welke tv-serie. Daar staat een acteur van 50 jaar en daar staat een actrice tegenover van 35. Dus actrices boven een bepaalde leeftijd. Je merkt, dat wordt moeilijker en moeilijker en moeilijker om... En ze heeft ook nog theater gespeeld nadat ze klaar was met Thuis. En net als ik, gaat er zeker na vandaag nog gaat dat helemaal veranderen. Dat gaat teruggevraagd worden. Misschien, want Louieke moet toch dringend nog eens... want zijn moeder is... Leontien is zogezegd dood in Thuis, maar misschien kan die nog wel eens terugkomen. Niet? Maar ja. Ze hebben er al... Zo Bobby Ewing geweest. Ze hebben al gekkere dingen verzonnen. Het is dat, voilà. Goed, ik kijk heel erg uit naar jullie stuk. Wanneer gaat het in première? 11 november. Ja, maar er zijn nog try-outs, hè? Absoluut. We spelen twee weekends in het Fakkeltheater. Twee flikken, twee toffe gasten. Bart van Avermaat en Bert Kozemans. Bedankt, man.